Hoi en leuk dat je kijkt naar deze Haarlemse Explainer. Speciaal voor jou hebben wij een reeks gemaakt waarin we jou de belangrijkste onderwerpen gaan uitleggen van de beruchte Nota parkeerregulering, waar op 6 maart 2024 een referendum over gehouden wordt. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Canadees parkeren, de kosten voor jou en je bezoek en wat wil de gemeente nou eigenlijk? Kijken dus. Vergunningplafond. Wie mag er straks wel en wie mag er straks niet parkeren? Er worden een aantal adressen uitgesloten van parkeren en er komt een vergunningplafond. Hoe zit dat eigenlijk? En mag jij straks wel met je auto parkeren? Nou, laten we beginnen met de auto's na de eerste en de tweede auto. Dus de derde, de vierde, de vijfde, nou, en noem zo maar op. Deze krijgen geen vergunning. Dat is makkelijk. Wat trouwens ook makkelijk is, alle werkbussen van 6 meter of langer krijgen ook geen vergunning. Ook zit er een max op de hoogte. 2,40 meter. Heb je nou een grotere bus? Nou, dat noemen we in Haarlem tegenwoordig gewoon een huishouden. GROP, oftewel GROP, staat voor geen recht op parkeren. Bij sommige nieuwbouwprojecten wordt door de gemeente en projectontwikkelaar afgesproken dat huizen hier geen recht op hebben. Die kunnen nog geen vergunning aanvragen voor de eerste auto en dan natuurlijk uiteraard ook niet voor een tweede of derde of vier. Nou, je snapt hem. POET of POET staat voor parkeren op eigen terrein. Hieronder vallen huishoudens met een garage of met een parkeerplek aan huis. Appartementencomplexen waar je in een onderliggende parkeergarage kan parkeren vallen hier ook onder. Deze huishoudens worden dus uitgesloten van de eerste parkeervergunning. Is er ruimte voor 2 auto's? Dan kan er ook geen tweede parkeervergunning worden aangevraagd. Nou, de gemeente geeft aan te inventariseren welke huishoudens een parkeerplaats op eigen terrein hebben. Mensen in de zone van de binnenstad mogen überhaupt maar 1 auto. Val je nou niet onder de GROP of POET, dan mag je sowieso voor de eerste en de tweede auto die je nu hebt een vergunning aanvragen. Er is wel een maximum aantal vergunningen per gebied. Volgens de gemeente is dit maximum het aantal beschikbare plaatsen plus 15 à 20%. Dit is omdat volgens hen mensen ook wel eens weg zijn. Denk aan mensen die op vakantie zijn bijvoorbeeld of werken in de nacht. Wanneer al deze vergunningen zijn uitgegeven, kom je op de wachtlijst. Dit geldt alleen trouwens voor een tweede auto. Maar als coulance heeft de gemeente in het begin deze wachtlijst nog niet en mag ieder huishouden een vergunning aanvragen. Er wordt dan tijdelijk een andere oplossing bedacht. Het parkeren in andere wijken of het parkeren in parkeergarages. Of zoals het extra toestaan van Canadees parkeren. Overigens is het parkeren in de bloemenperkjes van de gemeente gewoon natuurlijk nog steeds verboden. In de toekomst kan het plafond veranderen. Wanneer er bijvoorbeeld meer plekken komen, dan stijgt het plafond. En wanneer er plekken verdwijnen, je raadt hem al, daalt het plafond. En vond je dit nou een leuke video of wil je meer van deze Haarlemse explainers? Laat het even weten in de reacties hieronder of doe een duimpje omhoog. Misschien tot de volgende. Doei! Staat mijn parkeermeter trouwens niet? Loopt die nog niet?